We hebben in een ander filmpje al eens uitgelegd hoe ingenieus slaap in elkaar zit en hoe belangrijk slaap is. We slapen gemiddeld 8 uur per nacht. Er kunnen echter allerlei storingen zijn van de slaap waardoor we geen goede slaap hebben. Een van de oorzaken van slechte slaap is het Restless legs Syndroom. En het Restless legs Syndroom komt erg vaak voor en daarom is het belangrijk dit te behandelen. Het is van belang om goed te definiëren wat het restless legs syndroom is. Het is een nagevoel in de benen. Het is bijvoorbeeld geen pijn in de benen. Het is vooral drang om de benen te bewegen. Het is een onaangenaam gevoel en door te bewegen kunnen we dat onaangename gevoel verlichten. Dat onaangenaam gevoel iedereen vertelt dat anders het kan gekriebel zijn. Het kan een irritatie zijn. In ieder geval als je gaat bewegen. Neemt dat af? Het is dus niet pijn in de benen en het is geen kramp. We kunnen dat s'avonds in de stoel hebben, we kunnen dat hebben als we in bed liggen. Het is heel raar dat het s'avonds erger is. En als we het in bed hebben, dan kan het ervoor zorgen dat we niet goed inslapen. Het komt best vaak voor, vooral boven het 40ste jaar komt het veel voor en bij vrouwen twee keer zo vaak als bij mannen. Hoe vaak het in de bevolking voorkomt, daar is discussie over. Hoe streng je bent bij de definitie. Men zegt 2,5 tot 15 procent zelfs van de bevolking kan er last van hebben. En met de leeftijd is de kans hierop wel groter. Men heeft een tijdje geleden allerlei criteria vastgesteld. En deze vier zijn elke keer van belang. Die komen overal terug in allerlei artikelen. Eén, het is drang om te bewegen. Het neemt toe, dat is het tweede, als je in rust bent. Dus, s'avonds zit in een stoel of liggen in bed. Het derde is, het neemt af als je beweegt. En het vierde is, heel merkwaardig: smorgens heb je het minste last, smiddags kan het iets optreden, maar s'avonds is het meer. Een paar jaar geleden heeft men nog een criterium eraan toegevoegd. Je mag namelijk geen andere ziekte hebben. Er zijn ziektes zoals nierfalen die dit ook kunnen veroorzaken. Dit ziektebeeld Restes-Lex-syndroom zonder andere oorzaak. Dat noemen we de primaire vorm. Dus de primaire vorm is een op zichzelf staand ziektebeeld zonder specifieke oorzaak. En dat is zo in 40% van de gevallen. Als er een oorzaak is, noemen we het een secundaire vorm. Ik wil graag met u bespreken welke medicijnen er mogelijk zijn bij de primaire vorm van het restless legs-syndroom. Het is merkwaardig dat bij het restless legs-syndroom heel veel medicijnen mogelijk zijn. En dat zal u een beetje overweldigen. Die keuze is best lastig. Als ik al die medicijnen indeel in drie groepen, gaat het eigenlijk om medicijnen. Die bij het restless legs syndroom kunnen worden ingezet, maar ook bij de ziekte van Parkinson helpen. Er zijn ook medicijnen die voor het restless legs syndroom helpen en bij pijn gebruikt worden. Er is ook in de derde groep een medicijn wat bij epilepsie wordt gebruikt. Alleen het restless legs syndroom, dat kan zomaar een vraag zijn van de patiënt. Het restless legs syndroom heeft niet te maken met Parkinson, het heeft niet te maken met pijn en dit syndroom heeft ook niet te maken met epilepsie. Zelf hanteer ik eigenlijk een makkelijke regel dat ik twee medicijnen vaak voorschrijf uit de eerste groep en één medicijn uit de tweede groep. Daar begin ik altijd mee. Ik wil die met u doornemen. De twee medicijnen uit de eerste groep zijn Pramipexol en Ropinirol. Zelf heb ik een beetje een voorkeur voor Pramipexol, daar heb ik de meeste ervaring mee. Pramipexol heet ook wel Cifrol. Een ropinirol heet ook wel Adartel. Ik beperk me in deze presentatie tot Pramipexol. Ik begin altijd met één of twee tabletjes van 0,125 milligram. En het maximum is eigenlijk 2 milligram per dag. Daarvoor gaan de bijwerkingen erg toenemen. Als je ermee start, kan het een soort misselijkheid geven die na een paar dagen tot een week verdwijnt. En verder heeft het eigenlijk heel erg weinig bijwerkingen, dus pramiopexol en ropinerol. Er is eigenlijk één bijwerking die wel genoemd moet worden aan een patiënt, is dat het een soort, ja wij noemen dat een impulscontroleprobleem geeft. Mensen kunnen gok of seks verslaafd worden als bijwerking van dit medicijn, maar gelukkig komt dat niet veel voor. Er is echter een hele rare bijwerking en die heeft een moeilijke naam, augmentatie, versterking. En dat zie ik best vaak, soms één keer per jaar bij een bepaalde patiënt. En dat wil zeggen, het medicijn helpt eerst, maar na een paar maanden of na een half jaar treedt er ineens in korte tijd een versterking op. Mensen krijgen meer last van bewegingsdrang. En wat belangrijk is, het treedt eerder op de dag op. Nou, er zijn artikelen die zeggen: nou, dan moet je naar een ander medicijn, switchen naar een ander medicijn. Wat ik zelf doe en wat ook in artikelen wordt genoemd, is dat ik het een paar dagen tot een week stop. Mensen vinden het heel eng om het te stoppen, want dan zeggen ze: dan krijg ik nog meer last. Maar gek genoeg treedt er niet zo gauw verslechtering op, want die verslechtering is al geweest. En als je drie dagen tot een week stopt en je begint dan weer met dat medicijn, heel raar, dan werkt het net zo goed als het eerst deed. Dus augmentatie, misschien dat het bij 10% van de mensen gaat optreden, is goed te bestrijden. Alleen je moet een gek trucje toepassen, tijdelijk stoppen en daarna gaat het weer goed. De tweede groep die ik wil behandelen is het medicijn wat je bij pijn geeft. En dat is pregabaline. Pregabaline is een erg goed werkend medicijn. Wordt ook bij pijnbestrijding gebruikt. En de dosering is twee tabletjes van 75 milligram s'avonds. Het heeft... Eén bijwerking waar ik mensen altijd voor waarschuw, en dat is belangrijk, omdat het gewicht kan toenemen. Dus een, ja, hoeveel dat kan ik nooit zeggen, maar het gewicht kan iets toenemen. En het wordt ook wel gestaakt omdat sommige mensen wat last hebben van sufheid, wat bij dat eerste medicijn niet zo is. Ik heb een paar dingen verteld over het restless-leg-syndroom, en van belang is, is dat het veel voorkomt, het ontstaat langzaam zodat mensen er niet meteen mee naar een dokter gaan. Maar het is een belangrijke aandoening omdat het de nachtrust kan verstoren zodat je s'morgens niet zit wakker wordt. En ook s'avonds kan het behoorlijk hinderlijk zijn dat de partner zegt wat loop je toch heen en weer. Met andere woorden, een aandoening die vervelend is, maar gelukkig toch in de meeste gevallen goed te behandelen is.